van Bunker. Naar Bunker. Ja, hier heb je dan 1941 en hier zie je ook de stormmail. Hier zie je die NSB-meisjes ook weer. Dus van de jeugdstorm. In het kader Heemte Zandvoort wordt een sportcursus voor meisjesleidsters van de jeugdstorm gehouden. Na de vlaggenparade wordt op het strand de ochtendgymnastiek beoefend. Het was een kaderschool, zeg maar, die stond aan de boulevard. En dit is natuurlijk nog voor de sloop, want deze gebouwen zijn ook allemaal gesloopt. En hier zie je bijvoorbeeld een foto van de burgemeester van Alphen. En die werkte volgens de NSB niet genoeg mee. En je ziet hier ook, hij werd toen ook gemolesteerd. En ook zijn ruiten en zo werden ingegooid. Dit is ook burgemeester van Alphen. Dit moest hij natuurlijk doorgeven van de Duitsers. Ja. Hij stond er niet achter, maar hij had allemaal hier ook verboden op het strand te komen. Tussen zonsondergang en... Dus die hingen dus allemaal aan de gevels. Hier zie je mensen in lange jassen staan, wat is dat? Dit zijn kabelwachters en hier zie je nog... De watertoren. De watertoren nog staan. En er liepen kabels van het zuiden naar het noorden. Dus van de Duitsers, die liepen ook door het dorp. En toen heeft het verzet, dat waren communicatiekabels, die hebben ze doorgeknipt. En ja, er stonden zware straffen op. Dus de burgemeester van Zandvoort kreeg van de Duitsers opdracht om kabelwachters in te stellen. En dit waren gewoon Zandvoorters die de kabels bewaken. Dus, en het was ook zwaar winter, dus het was echt afzien. Ja, die moesten ook 's nachts, weet je wel, dat het pikken donker was, die kabels gaan bewaken. En lukte dat? Nee, het is toch niet gelukt. En toen kreeg de gemeente een boete van 20.000 gulden. En die moesten betaald worden door de Zandvoortse inwoners. En hier zie je ook... Dat is ook wel interessant. Dat heeft eigenlijk ook met het verzet te maken. Het zijn tegeltjes van de kabelwacht. Ja. Dus dan, als je kabelwachter was geweest, dan kon je een tegeltje kopen als herinnering dat je kabelwacht was geweest. En wie verkocht die tegeltjes dan? Ja, het was particulier, want je ziet ook dat het natuurlijk met de hand beschilderd werd soms. En dan krijg je weer het verhaal erachter, weet je wel, hoe die tegeltjes dan zijn ontstaan. Ja, want dit werd dus echt verkocht. Hadden die mensen dan de trots dat ze kabelwachter waren? Ja, want... ja, sommigen waren ook trots, dat waren waarschijnlijk NSB'ers. Die trots waren dat ze de Duitsers hadden geholpen. Ja, dat wilde ik zeggen, want eigenlijk help je de Duitsers door kabelwachter te zijn. Ja. En dit was dan de waarschuwing, omdat er werd toch van alles, dus werden weer kabels doorgeknipt. En toen moest de gemeente 20.000 gulden betalen en dat moest de bevolking van Zandvoort dan ophoesten. En hier zie je dan een kwijtschelding voor iemand van de NSB. De naam heb ik in Photoshop weggehaald. Omdat het toch een beetje gevoelig ligt. Dat is nog een naam die hier nog woont. Misschien de familie wel. En hier zie je dan de kwijtschelding eigenlijk. Dus dat de NSB'ers hoefden dat geld dan niet te betalen. Hoe vaak hebben ze zo'n boete gehad? Dat was één keer. En ze moesten, geloof ik, per bewoner was het 11 gulden. En dat was in die tijd, was crisis, was heel veel geld. Je hebt ook een spijkerwacht gehad, die heb ik hier niet genoemd. Dus op de Zandvoortslaan hadden ze bijvoorbeeld spijkers op de weg gegooid. Dus dat de Duitse soldaten dan door de spijkers heen reden. Ja, daar kregen ze ook weer niet een boete voor, maar toen werd er weer een spijkerwacht ingesteld. Dus dat Zandvoorters er dan weer voor moesten zorgen dat de weg schoon bleef.